Kolwijk met de eerste hoekschop van de wedstrijd, gepakt door Olij. Een van de basisspelers die gevrijwaard is gebleven van dat virus. Hier is een goede aanvalsopzet van NAC. En ook gelijk de vraag waarom Fiorini dat steekpaarsje niet geeft. Dat heeft wel wat gedaan, kon Kai de Roy zo doorlopen. Venema. De redding van Wout. Speelde hier nog even op huurbasis, Venema. De zwammer variant. Verheid wint dat duel en er is wat beweging. Onder andere bij Boujak Laven, Riera met een goede sliding. Maar wel weer een hoekschop, dat is nummer 3 in de eerste 13 minuten voor Almere. Daaruit zou je kunnen concluderen dat die ploeg de overhand heeft voorlopig in die openingsfase. Kolwijk. Ook gevaarlijk die hoekschop. Geldt in veel mindere mate voor het uithalen uiteindelijk van Sørensen. Dreiging bij Boujak Laven. Mooie passeerbeweging van de oudspeler van Den Bosch. Boujak Laven werd eigenlijk steeds lastiger voor hem om uit te halen. Om een beetje ruimte te vinden. Maar de passeerbeweging was natuurlijk een hele fraaie. Daarmee Schouten het bos in. Hier had hij kunnen uithalen, maar koos er dan toch voor om nog een paar pasjes naar binnen te lopen. Balker. Over de hele naar Boujak Laven. Dat is een goede bal. En Boujak Laven heeft tijd om de actie in te zetten. Boujak Laven haalt er maar weer eens een hoekschop uit voor Almere. Reserveur. Ligt in de tweede paal. Verheid terugkoppen. Nee, heel dreigend worden beide ploegen nog niet. Wel wat corners van Almere. Wat schoten van afstand van de NAC Breda. Reserveur naar de zijkant. Sørensen dan met de voorzet. Die is behoorlijk afgemeten. Maar Amuti kan die wel niet echt slaan met het voorhoofd. NAC bleef foutloos in de eerste 6 wedstrijden. Met name aan de hand van Sidney van Hooijdonk die er 7 in heeft liggen. Maar ja, toen die uitbraak van het virus en vervolgens een kansloze nederlaag op eigen veld tegen Cambuur 0-4. Andermaal een hoekschop voor de thuisploeg. Getrapt vanaf die kant door Kolwijk. Olij in drukte moet lossen. Vanaf de tweede lijn, ja, dat kan bijna niet goed gaan als je zo om een bal heen moet lopen. Boujak Laven raakt hem ook niet lekker. Niemand in de buurt eigenlijk van Mirani die hem zo kan klaarleggen voor Kolwijk. 10 minuutjes nog in de eerste helft. Kolwijk wacht op steun. Die gaat er komen van Balker buitenom. Balker, Verheid. Verheid. En dan is die bal over de achterlijn geweest. Een blessure bij Kai de Roy. Ja, dan kunnen ze er absoluut niet bij hebben bij NAC. Rechterknie, Kai de Roy. Immers. Zal de vervanger zijn van Kai de Roy. Boujak Laven. Mirani. Verheid. 3 minuten extra tijd. Balletje richting Sørensen. Oh, wat een mooie goal van Sørensen. Bal is onderweg. Hij keek waar Olij stond en dan knikt hij hem er heel leep overheen. 1-0 Almere. Het begint zoals altijd eigenlijk met Verheid als aanspelpunt. Er komt Sørensen naar binnen gelopen. Dan heeft hij gezien dat Olij net even een metertje pakt. En dat is voldoende voor Sørensen. Winger van Newcastle. Hij wordt met zijn kop heel bekeken af te ronden. Venema. Malone. Mulder wijst die valpartij van Kolwijk weg. Kolwijk krabbelt weer op. Mulder staat nu een beetje in de weg. Malone. Ja, probeer het eens van afstand. Ja, natuurlijk. Lekker geraakt door Malone. Wel ruim naast. Maar zoveel heeft de NAC nog niet ondernomen in deze wedstrijd.
Daar zit de bal tussen. Keurig gedaan door Bujak Laven. Almere profiteert ervan. Met 4-5 man komen ze eruit. Hamouti onder andere. En zo kan het natuurlijk ook. En Verheid, oh, die struikelt over de 6 meterlijn. Kan zo de rebound niet binnenkoppen. Goed schot zeg van reserveur. Aandacht wordt afgeleid door Hamouti. En Almere dus dicht bij de 2-0 is. En Verheid die geen tijd meer heeft om te reageren. Malone de kort op. Probeert wel de aanjager te zijn bij NAC. Om het een beetje vlot te trekken in die tweede helft. Uit de draai geschoten gelijk door Van Hooydonk. Ja, dan ligt die bal een keertje lekker in het 16 meter gebied. Dan laat ik maar gelijk proberen. Niet zo'n gekke reflex natuurlijk van de spits. Spits die niet helemaal op zijn fris meer is. Zit die Van Hooydonk. Gaat er nu ook maar bij zitten. Want het is een hele vervelende avond aan het worden voor NAC Breda. Dat de Royal kwijtraakte. Gaat nog een poging wagen van Hooydonk. Dat dan zo verstandig is. NAC kan nog steeds geen kans bij elkaar voetballen. Almere raakt de binnenkant van de paal via een reserveur die ook nog altijd binnen de lijnen staat. En hier gaat Sørensen er vandoor. Sørensen, krappe hoek, goed schot. Olij met een prima redding. Tweede gevaarlijke moment van Almere in deze tweede helft. Bujak Laven. Niet zoveel aan de bal als in de eerste drie kwartier, die Bujak Laven. Balker, Segondaan. En El Alouchi. Balker en dan Hamouti. Dat is toch een aardige kans, dit. En er werd niet of nauwelijks onder druk gezet. Of vrij schieten. Sidney van Hooydonk. Zal hij uit zijn lijden worden verlost? Dan is hij gelijk door zijn wissels heen, Maurice Stijn. Halverwege de tweede helft. Schop Almere. McIntosh. Meer naar binnen. Uithalen met links. Nou, dat is niet zo'n gekke poging. Goede redding van Wout. Bal staat het nog even lastig voor zijn neus. Ja, dit is wat hij te doen heeft gekregen vanavond. Schoten van afstand. Het was nog een venijnige uithaal. NAC zal in alle opzichten moeten aansterken de komende dagen. En eigenlijk zal het vrij snel moeten gebeuren, want maandag wacht alweer de volgende wedstrijd uit. Tegen Go Ahead Eagles. ...1-0 nog altijd. En daar is het 2-0 en lijkt dat een vroege beslissing te zijn. En een goede goal van Hamouti. Niets weggegeven, maar dan ook helemaal niets weggegeven. Almere NAC dat het alleen maar kon proberen van afstand. Zelf niet al te veel gecreëerd. Maar je moet ook de ploeg van Tobias er nageven dat als ze dan iets creëren, zoals in de slotfase van de eerste helft, en nu, 10 minuten voor tijd, dat ze er dan uitstekend mee omgaan. Zijn er een paar die het hebben opgegeven bij NAC? Zorgwekkend is wel dat een van die mensen die dat gedaan heeft, invaller Dogan is. Die staat er net in. Die doet gewoon niks meer. Grote onvrede van Stijn. Er is Kaandorp voor Almere. Kaandorp richting de tweede paal. Verheid. Alle elasticiteit die er in zijn hamstring zit. Het is niet voldoende. NAC staat te slapen. Die vrije schop is al genomen. Helemaal van vrijgelaten Bensaboe. Handige voetbal door Haaien. Dogan. Steunen van Noblegas. NAC komt er nog een keer redelijk massaal uit met een man of 5-6. Noblegas. Er zit een onbedoelde terugspeelbal richting Wout, die hem natuurlijk kan pakken dan. Zo speelt Almere de tijd vol. En gaan ze deze wedstrijd verdiend met 2-0 winnen. Sørensen in de extra tijd van de eerste helft met de openingstreffer. Dat was een knappe goal met het hoofd.